Hoi allemaal, ik ben Michelle en ik ben 30 jaar jong. Ik ben sinds 1 september begonnen met de HBOV-opleiding. Ik ga jullie daar nog wel wat over vertellen, maar ik vind het wel leuk om jullie eerst nog even te vertellen wat ik hiervoor allemaal gedaan heb. Ik heb eerst een niveau 3 gedaan in het verpleeghuis, die heb ik daar ook afgerond. Toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk toch wel wat meer klinisch redeneren. Ik denk van ik wil wat meer weten over het hele vak als het ware. Toen ben ik de niveau 4 gaan doen en die heb ik ook afgerond in het verpleeghuis, maar merkte toch aan mezelf dat ik toch weer meer zocht en ben ik uiteindelijk gaan solliciteren in het ziekenhuis, in het Spaarne Gasthuis. En momenteel werk ik op de interne geneeskunde, waar ik met heel veel plezier werk. Nou, ik ga jullie nu even vertellen waarom ik eigenlijk echt voor de HBO heb gekozen. Nou, dat zijn een paar dingetjes. Als eerste is dat omdat er straks in 2020 gaat er veel veranderen in de zorg. Wat betrekking de HBO-verpleegkundige en de verpleegkundige. Dat was al een klein dingetje. Ik dacht van ja, dat gaat veranderen. Ik ga het toch gewoon proberen. Ten tweede was het, er zijn heel veel doorstroommogelijkheden als HBO-verpleegkundige. En dat was ook wel een ding dat ik dacht van ja, dat zal zo leuk zijn als je nog een leuk specialisme hebt waar je in wil specialiseren. Heb je gewoon echt dat HBO-papiertje nodig. Nou, nu wil je natuurlijk weten hoe het voor mij is om mijn eerste weken te hebben gehad op de hogeschool in Leiden. Nou, dat was. Het is echt super leuk. Het is in het begin heel pittig. Je krijgt super veel over je heen. Vooral als je dan net van het MBO naar het HBO toe gaat. De overgang is echt behoorlijk, maar ontzettend leerzaam. De eerste weken heb je een introductiedag. En dan is het eigenlijk een beetje proeven en doen met je laptop hoe het allemaal eigenlijk gaat. Want je werkt met Blackboard, dus dat is een hele andere wereld. Je bent gewoon met zoveel dingen tegelijkertijd bezig. Wat het ook wel weer spannend maakt, want het maakt je soms ook wel weer onzeker natuurlijk. En dat is voor iedereen super logisch. Dus ik heb er zin in en nog steeds zin in. En 10 november zijn mijn eerste toetsen. Dus ik ben echt super druk aan het studeren en opdrachten maken. En opdrachten voor op school en opdrachten voor hier op je werk. Het is heel veel, maar ontzettend leuk en heel erg leerzaam. Nou, ik hoop dat jullie mijn verslag van de afgelopen weken van mijn HBO-studie leuk vonden. En ook interessant natuurlijk. En ik hoop jullie de volgende keer hier ook weer te zien. En ik jullie weer wat meer kan vertellen over hoe het verder met me gaat. Ik denk dat ik dan tegen die tijd ook wel mijn toetsen gehad heb. En dan kan ik je ook mooi vertellen hoe dat proces gegaan is. En ik hoop dat jullie verder kunnen kijken en mee kunnen genieten van mijn HBO-proces. Doei!